Mag de Jumbo zomaar uit de cao stappen, al is die verouderd, die de bonden en Jumbo supermarkten samen hebben afgesproken jaren geleden? En de uitspraak van de rechter is, dat mag niet. Nee, de rechter heeft bepaald, die cao die geldt nog steeds, omdat die niet rechtsgeldig is opgezegd. Dus er zit een termijn aan die cao, maar uit de wet volgt dat die periode ook daarna gewoon doorloopt, tenzij Jumbo in dit geval, of wie dan ook, welke partij dan ook, die cao heeft opgezegd, of dat er in die cao daar iets over staat. Maar dat is allemaal niet gebeurd, dus die cao geldt tot op de dag van vandaag. Tijdens die stakingsacties bij die distributiecentra heeft de arbeidsinspectie controles uitgevoerd en 8 mensen zeg maar betrapt op stakingsbreken. De rechter gaat daarin mee, daar is sprake van stakingsbreken? Ja, er is sprake van stakingsbreken, er is sprake van dat het uitzendbureau Otto onrechtmatig heeft gehandeld door mensen, uitzendkrachten te leveren en die mensen die zijn ingezet op besmet werk, ja. Nu moet alleen niet Jumbo, maar Otto een schadevergoeding betalen aan de vakbonden. Dat klopt. Die hoogte van die schade is overigens nog niet vastgesteld. Hè. Dat gebeurt nog een keer apart. Maar het is zo dat de wet, de WADI, het uitdrukkelijk heeft over de organisatie die de arbeiders, de arbeid levert. En dat is in dit geval niet Jumbo geweest, maar Otto, het uitzendbureau.